Tweede paasdag 1961 speelden we de laatste competitiewedstrijd tegen Milezer Boys. Beide waren we nog ongeslagen, dus een belangrijke wedstrijd voor ons allebei. Rechtstreeks een promotie naar de vierde klasse stond op het spel. Na een half uur voetbal, bij een stand van 0-0, sloeg voor mij en onze ploeg het noodlot toe. Ik wilde een bal doortrekken naar een van onze spitsen. Met mijn rechterbeen vooruit trapte twee tegenstanders van de tegenpartij tegen mijn onderbeen. Eentje van links en eentje van rechts. Hier kon mijn been niet tegen. Dubbele beenbreuk. Ik werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Iedereen dacht dat er niet verder gespeeld zou worden. Reglementair kon namelijk bij beenbreuk en met goedvinden van beide partijen de wedstrijd worden gestaakt. Wat zeer vaak gebeurde, vooral bij amateurvoetbal. Helaas wilde de tegenstander hier niet van weten, ook niet toen ons bestuur aanbood de reiskosten van de tegenstander te vergoeden. Een neutrale toeschouwer schreef later een ingezonden stuk in de krant, waarin hij de gang van zaken als zeer onsportief betitelde. De morele tik was onze ploeg te veel. We verloren met 5-0. Mijn voetbalcarrière was voorbij. Op medisch advies mocht ik niet meer voetballen. Toch heeft deze wedstrijd voor mij persoonlijk nog een verrassend en leuk staartje gekregen. 33 jaar later vierde Estria haar 75 jaar bestaan. Ik was bezig met een klusje enkele uren voor de jubileumwedstrijd Estria Feyenoord. Kwam de voorzitter van de jubileumcommissie iemand van Milezer aan mij voorstellen. Hij zei dat hij een van de spelers was die met mijn beenbreuk betrokken was. Ik was erg verbaasd en verrast tegelijk. Hij zei verder dat hij een potje kwam voetballen tegen mij. We zijn toen een bakje koffie gaan drinken en hebben wat nagepraat over die wedstrijd van toen. En inderdaad, we gingen samen de voorwedstrijd van SCA Feyenoord spelen. Op ons hoofdveld werden twee mini-goaltjes en een mini-veldje gezet. Voor mijn voetbalkleding en schoenen was gezorgd. We speelden 2 keer 10 minuten en ik won met 2-1. Waarschijnlijk mocht of moest ik deze keer ook winnen. Leuk gebaar van deze oudspeler van Milezer Boys dat hij deze wedstrijd tegen mij kwam spelen. Maar de promotie naar de vierde klas zal ik nooit vergeten.
Hier volgt een kort verslag van de wedstrijd onderling van Estria in het kader van een film voor de gemeente Graven. Jan Bedoel, Toon Kruijsen, Jan Verlit kijken toe bij de tos tussen Martin Peters en Toon Bedoel. Wimke Bens is de scheidsrechter. Hij gooit de munt. Gespannen kijken toe. De wedstrijd vangt aan. Frans paast meteen naar buiten. Om hier een goed verslag van te maken is erg moeilijk. Peertje Driessen zit als wisselspeler met Willy Leket, die rustig toekijkt op een paaltje. De wedstrijd met enkele hoogstandjes zoals je ziet. Hier Joke Bens wil de bal controleren, maar hij slipt weg. Frans Opsteeg slipt er ook overheen. En toch wordt er een aanval opgezet die niets oplevert. Toon brengt de bal weer in het spel. Een kleine overtreding, maar de VAR niet gezien. Voorzitter Toon op zich lacht tevreden en ziet dat de wedstrijd allemaal goed gaat. Koos Paters en Harry van den Berg kijken toe of dat er nog talenten zijn. Hier wordt een handsbal niet gezien door de scheids, waardoor de stand 1-0 is geworden. Einde wedstrijd. Thank you.
voorstopper of rechtsback waren mijn favoriete posities in Dames 1. We hadden een echt topteam met als hoogtepunt de Supercup winnen in Nijmegen. In de competitie speelden we altijd om 10 uur en 's avonds om 6 uur rolden we op kop de kantine uit. Heel wat trainers meegemaakt. Blijft toch een vak apart, dames trainen. Maar met 3 cuppen als leidster werd alles vaak in goede banen geleid. In tijd om nooit te vergeten. De reunie van oud-speelsters was druk bezocht. We speelden een partijtje voetbal tegen de dames, waarin verschillende dochters van oud-speelsters meededen. In de finale met Els van Workum won ik de penaltybokaal. Daarna was het tot in de late uurtjes nog heel gezellig. Nu alweer vanaf oprichting in 2003 leidster en assistent scheidsrechter. Sinds 2 jaar met de dames in samenwerking met Velp en Graven. Dit is noodzakelijk in het belang van iedereen. Hopelijk na dit 100 jaar bestaan van Estria nog heel veel sportieve en gezellige jaren gezamenlijk. Het was in 1971 dat Estria en SCV 58 in goede samenwerking besloten op een nieuwe sportpark in de Kranenhof een accommodatie te bouwen met onder andere 4 kleedlokalen. Het was voor het eerst dat de verenigingen een eigen accommodatie hadden en waren dan ook heel trots op hun bouwwerk. Wat niet verwacht was dat Estria enkele jaren later ging groeien door bebouwing van het Estersveld, waardoor de accommodatie te klein werd. Tevens was er binnen de vereniging Estria de wens een eigen accommodatie te hebben.
overleg met SCV 58 bleek dat ook zij behoefte hadden aan een eigen accommodatie. Het resultaat van het overleg was dat SCV 58 de bestaande accommodatie zou gaan overnemen en Estria een nieuwe accommodatie zou gaan bouwen. Aan de gemeente werd het voorstel gedaan dat wij de arbeidsuren op ons zouden nemen, hetgeen betekende dat de gemeente alleen maar belast werd met de materiaalkosten. Helaas wilde de gemeente slechts een gedeelte van de materiaalkosten betalen. Hierdoor moesten wij de arbeidsuren ook nog, naast de arbeidsuren ook nog 78.000 gulden inbrengen. Na veel overleg werd in juni 1980 de bouwvergunning verleend. Heel de schaar leefde mee en op 10 september kon reeds de eerste steen worden gelegd. Door de oprichter van onze club, Jan Snoek en Rijn van der Locht, lid vanaf 1919. Wat niemand voor mogelijk had gehouden, kon met in totaal 131 vrijwilligers de accommodatie na circa 10 maanden hard werken reeds worden opgeleverd. Een topprestatie. Op 16 mei 1981 werd de accommodatie officieel door burgemeester Grotenhuis geopend. Thank you.
We'll be right back.
Als huidige voorzitter wil ik SV Estria, haar ereleden, leden, vrijwilligers en supporters van harte feliciteren met het 100-jarig bestaan van hun voetbalvereniging. 100 jaar SV Estria, een fantastische mijlpaal. Dat een vereniging zo lang kan bestaan, is alleen maar te danken aan de vele vrijwilligers welke jarenlang belangeloos hun energie en vrije tijd in de vereniging hebben gestopt. Ze hebben Estria gemaakt tot de voetbalclub die het nu is. Een vereniging met een warm hart, waar jong en oud kunnen voetballen. Een vereniging waar met plezier sporten hoog in het vaandel staat. Maar ook een vereniging met ambitie, zowel op sportief gebied als op maatschappelijk vlak. Estria, een club volop in beweging. Constant bezig met het heden en met de toekomst. Kortom, een vereniging waar iedereen zich thuis voelt. Ook voor de toekomst geldt, een vereniging als Estria kan alleen bestaan dankzij de inzet van jullie als vrijwilligers. Daarvoor nogmaals onze dank. Ik hoop dat jullie, wanneer jullie in de nabije toekomst deze film terugzien, jullie allemaal kunnen terugkijken op een prachtig jubileumfeest. Nogmaals, van harte gefeliciteerd.